Jaffer, ik wil nog even terug 2 weken geleden. Toen had je een interlandperiode bij Curaçao. Een week later heb je je basisdebuut hier bij Emmen gemaakt tegen PSV. Die wedstrijd verliep niet helemaal zoals jij dat had graag gewild. En nu eigenlijk gelijk VVV. Hoe relativeer je dat zo snel? Ja, ik bedoel van dat is toch... Ik ben naar Emmen gekomen om uiteindelijk een basisplek te veroveren, zeg maar. Het heeft een tijdje geduurd. Ik moest wennen aan de trainingsintensiteit natuurlijk. Maar ik ben gewoon altijd hard blijven werken. En daar heb ik mezelf beloond eigenlijk op een basisplek. Wat merk je dat snel van Dordrecht hier? Ja, ik bedoel, het is toch een ander niveau. Ik bedoel, Jupiler League is toch een niveauverschil ten opzichte van Eredivisie natuurlijk. Dat merk je wel in die wedstrijden tegen die toppers, zoals tegen PSV en Ajax. Dat het allemaal veel sneller gaat. En ik bedoel, ik ben een type die het snel oppakt. En dat resulteert in een basisplek, denk ik. Je vertelde net voor mij bij het interview, die wedstrijden tegen PSV moeten we eigenlijk gewoon vergeten. Ja, ik bedoel, het zijn wedstrijden waar je niet te lang in moet blijven hangen. Weet je. Iedereen weet wat wel aardig ging en wat minder ging. En die goede punten moeten we meenemen naar VVV en de mindere punten, daar moeten we hard aan werken. En bespreken jullie die goede en slechte punten ook weer zoals vandaag met elkaar op de training? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als we maandag weer op de club komen, dan hebben we het heel kort even over die wedstrijd. Maar ik bedoel, niet te veel in de negatieve blijven hangen en dan gaan we gewoon met de goede punten aan de slag. En ik bedoel, we hebben elke ploeg zeg maar moeilijk gemaakt waar we tegen hebben gespeeld. En nu is het zaak om de 3 punten te pakken. Want voetballend gezien tegen PSV deden jullie het in het begin gewoon aardig. Gingen jullie goed mee? Ja, ik bedoel als je de eerste 25 minuten ziet, ga je gewoon prima mee in het veldspel. Alleen van tevoren wisten we ook dat PSV echt heel efficiënt was zeg maar. En de tegenstander goed het gevoel kan geven dat ze aardig mee kunnen. En het was een harde les voor ons. Harde les, effectief PSV inderdaad. Maar nu staat VVV op het programma hier thuis, waar nog geen overwinning is geboekt. Ik zie die lachen al. Die moeten komen, ook voor jullie denk ik. Ja, zeker weten. Ik bedoel we moeten onszelf belonen. En de supporters ook natuurlijk, die ons elke week toch blijven supporten, zeg maar. En VVV is natuurlijk een hele andere soort ploeg dan PSV. Kun je dat uitleggen aan ons, wat het verschil daartussen is? Ja, ik bedoel ik denk dat, zoals ik in een vorig interview ook heb aangegeven, dat PSV een heel uitgebalanceerd team is, zeg maar. Ze hebben van alles wat. En ik bedoel, VVV is meer van het opportunistisch, zeg maar. En veel lange ballen. En daar moeten wij op zien te reageren. En ik denk dat het wel een lastige wedstrijd wordt. Maar gezien onze kwaliteiten, dan moeten we thuis echt met de 3 punten vandoor gaan. En tegen de verdedigers van je bent een lange man. Ook nu ik naar je sta, je kijkt bijna naar beneden naar mij. Maar wat denk jij dat je daar tegen kan doen? Ja, ik bedoel het zijn fysiek sterke verdedigers. Ik ben natuurlijk ook fysiek sterk. Ik bedoel, ik ben niet een type die het alleen van mijn fysiek moet hebben. Ik denk dat ik voetballend ook aardig mijn steentje kan bijdragen. En het is aan mij om ze zo lastig mogelijk te maken. En het team zoveel mogelijk te helpen en misschien een goaltje mee pikken. Wat is jullie plan aankomende vrijdag? We gaan altijd van onze eigen kracht uit. Ik bedoel, we passen onszelf niet graag aan een tegenstander. En we gaan gewoon lekker voetballen zoals we dat elke week doen. En, ondanks dat ze het goed doen, want VVV staat nog best wel ruim bovenaan. Ja, zeker weten. Met het voetbal wat ze spelen staan ze gewoon 5e, geloof ik. En alle credits naar hun natuurlijk. Ik bedoel, wij hebben ook een aantal punten laten liggen. Wij konden ook op een mooie plek staan in de ranglijst. Misschien 6 punten meer wel? Ja, precies. En ik denk dat het zaak is om vrijdag met de 3 punten te beginnen en dan onszelf te belonen.